Waarom moeten we op de bodem van de zee zoeken om iets te snappen van ons verleden? Dit is de Universiteit van Nederland. Nederland en het water. We hebben een uh, sterke band met elkaar. Of het nou was uh, of is vanwege de verdediging. We verdedigen ons tegen het water. Dijken die we omhoog brengen, elke keer maar weer. of dat we het water gebruiken ter verdediging. de inundatiezones bijvoorbeeld, de Hollandse waterlinie. of dat we het gebruiken voor onze rijkdom, de scheepvaart. We gebruiken het water. Als we nou eens even gaan praten over die schepen, over die scheepsvlakken. Nederland is verbonden met de hele wereld door het water. En we hebben dus de schepen gebruikt om handel. Over de hele wereld te verspreiden, naar ons toe te brengen en vervolgens weer te verkopen. We zijn er heel erg rijk mee geworden. Nederland is een Delta-land. En we zijn dus een knooppunt in al die handelsverkeer geweest. Nou, die scheefswrakken, die dus onder water liggen, ja, die kunnen wij dus gaan onderzoeken om te kijken wie wij zijn. Onze identiteit kunnen wij daaruit halen. En dan kan ik wel zeggen dat je dat moet doen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Want Zie maar, je moet daarvoor onder water en soms heel erg diep. En het is, zicht is waardeloos, het is gevaarlijk. Kan je dan wel archeologie bedrijven? Jazeker, dat kan je. Want we hebben de laatste jaren heel veel technologische ontwikkelingen meegemaakt met het duiken. Maar ook door het opnemen van uh, gegevens, waardoor we hele goede reconstructies kunnen maken van dat verleden. En die scheepswrakken, die zijn nog eens een keertje heel erg bijzonder. Want ze zijn een voortvloeisel van het gebruik. Ze zijn een bevroren actie. We waren ergens mee bezig, boem, schip zonk. Met alles erop en eraan. Tijdscapsules wordt het ook wel eens genoemd. Nou, die scheepsvakken zijn dus de kijkgaatjes naar het verleden, naar die acties. We onderzoeken heel gedetailleerd de feiten van het verleden. He, dus de objectieve data. En de archeoloog die heeft methoden en technieken om dat dus te doen. Als we dan kijken naar scheepswrakken, dan zien we ook hele bijzondere vondsten in zo'n wrak zitten. Dit ziet er niet zo mooi uit, maar dit is bijvoorbeeld een half product. Een baar lood die van de productieplaats naar een fabricatieplaats ging om er andere dingen van te maken. Vind je nooit meer op het land terug. Ijzerbaren, tinbaren, maar ook heel goed bewaarde. Objecten zoals deze jurk. Maar deze bron verdwijnt. En hij verdwijnt in een zeer rap tempo. En dat komt door de erosie, bewegingen van de zeestromen op de zeebodem, maar ook door de paalworm. En de paalworm is een beestje dat heel erg snel. Hier ziet u me een beetje bedroefd kijken naar een stuk hout, wat compleet weggegeten is door de paalworm. Kan in een paar maanden een compleet schip. Wegeten, als het boven het zand uitkomt. Maar ook de mens, door zijn bouwactiviteiten. Al die windmolenparken op zee bijvoorbeeld. Um, maar ook door er allerlei souveniertjes uit te halen. En um, dat is dus een heel groot bedreiging, want weg is weg. Krijgen we nooit meer terug, deze objectieve mond. En als we stukjes weghalen, dan halen we ook de context weg. De context, de relatie tussen allerlei individuele objecten. En juist die relatie, dat is voor een archeoloog van belang. Dat kan ik eventjes laten zien, dan ga ik even graaien. Dit, als ik hier naar kijk, dan zeg ik, oh dit is een balletje, een lode balletje. En ik weet toevallig waar deze kogel vandaan komt. Hij komt uit een 400 jaar oud graanschip. Een eenvoudige graanvaarder hè, die um, uh, ongeveer een 12, 16 man aan boord had. Deze was dus gebruikt ter verdediging van deze mensen. En... Ze zijn dus mogelijk, waar ze bedoeld, voor een petrinal. Een petrinal is een voorloper van een musket. Die vinden we niet meer. Er zijn nog maar een paar in de wereld over van dit soort hele primitieve uh, geschutten. Uh, geschut. Zo ontspint zich een heel verhaal rondom één klein balletje. En dat is nou context. Als ik nou eventjes verder gaan. Dat schip, dat, dat graanschip, we weten dat hij de graan haalde uit het Baltische gebied. Sterker nog, de Vistula. En de Vistula was de graanschuur van Europa. Daar werd al het graan, of een groot deel van het graan, verbouwd. En het werd via Amsterdam, werd dat verkocht over heel Europa. Een enorme macht had Nederland ermee. Dit vrakje, dit scheepje, heel eenvoudig handelsscheepje, was dus het voorbeeld ja, van hoe wij rijk zijn geworden. Want dit was er niet één. Er waren er wel duizenden die per keer heel veel graan meenamen naar Nederland toe. En vervolgens werd dat doorverkocht. Waar naartoe? Naar de plek waar geen eten was. En dit eind 16e-eeuwse scheepje ging zeer waarschijnlijk naar het zuiden van Europa, naar Italië. Want daar was een hongersnood. En men wilde alles betalen uh, om maar graan te krijgen. En dat graan, dat was enorm slecht, die lading. Dat weten we weer omdat er heel veel onkruid tussen zat. En de onkruid wat er het meeste tussen zat was bolderik. En bolderik was een giftig kruid. Dat werkt als een soort arsenicum, dat langzaam het gif opbouwt in het lichaam. Je kan je voorstellen dat het nou niet heel erg gezond was voor de mensen. Dat er heel veel mensen uiteindelijk zijn aan overleden. Maar dat maakt het niet uit. Het werd toch wel verkocht. Als we kijken naar het schip zelf, dan is het ook een heel interessant iets. En dat haal je dus allemaal uit die archeologie. Dat schip is een heel primitief scheepje. Maar hij heeft wel een bolle vorm en een vernauwd dek. En het is een voorloper van wat uiteindelijk het meest populaire schip is geworden in die 17e eeuw: het fluitschip. Een fluitschip met de peervorm, een bolle buik met een smal dek. Waarom? Dan hoefden we niet zoveel belasting te betalen bij de zond. Want bij de zond moesten we belasting betalen over de breedte van het dek. Dat was een van de metingen die er moesten worden uitgevoerd. En als je nou maar gewoon een smal dek bouwde hoeft je maar heel weinig belasting te betalen. En zo werden dus enorme astronomische winsten gehaald, tot 3000 procent op dat graan per schip. En al die rijkdom die is uiteindelijk gebruikt, onder andere ook voor de VOC. Dus waar jullie eerst dachten misschien dat die VOC hè, die gouden eeuw gemaakt heeft, nee, dat waren die eenvoudige scheepjes. Ja, en die VOC-schepen, daar zijn er nogal veel van gevonden in de jaren 60 en 70 en 80. En er zijn hele mooie porseleinen collecties uitgehaald. Um, fantastisch, maar wat hebben we nou echt van die schepen geleerd? Nou, niet zo heel erg veel. Ja, dat er rijkdom in zat, ja, dat wisten we eigenlijk allemaal. Al. Maar nu hebben we gelukkig de kans om de komende tijd ook weer heel veel onderzoek te gaan doen op die VOC-schepen. We hebben een scheepsvlak voor de kust van Engeland liggen, op de Goodwin Sands. Dat is. Uh, de Rooswijk, die is in 1740 gezonken, wel met heel veel geld aan boord, maar ook nog met heel veel andere lading voor Indië. Dus we kunnen daar allerlei vragen aan stellen over uh, de, de economie naast al dat geld. En uh, wat er allemaal nodig was in uh, Indië, maar ook van de mensen aan boord. Het schip is met man en muis vergaan, dus we weten verder helemaal niets. Vier andere VOC-schepen zijn een stuk verder gekomen dan die Rooswijk, die dus echt één dag nadat hij vertrokken was uit Tessel gezonken was. En dat zijn de Batavia, de Vergulde Draak, de Zuiddorp en de Zeewijk. En die hebben het helemaal tot het westen van Australië gered, maar niet veel verder. Helaas, ze zijn nooit aangekomen, maar voor ons weer fantastisch, want ze zijn een hele belangrijke bron voor ons om te leren over de VOC. En ook over de scheepsbouw. Deze schepen zijn de Brouwersroute gevolgd. En die Brouwersroute was een route die in 1617 was aangesteld door de VOC. Om ervoor te zorgen dat de schepen niet meer via de Afrikaanse kust omhoog en dan India naar Indonesië zouden gaan. Dus waar, waar vaak weinig wind was, waar malaria was, waar de piraten waren. Waar de Portugezen waren, slechte gebieden. Nee, men had verzonnen dat je direct bij Kaap de Goede Hoop Oost moest gaan, duizend mijl moest varen en dan ongeveer op de hoogte van Ile Amsterdam of Eiland Amsterdam, recht omhoog en dan zat je precies bij de straat Zunda en dan kon je zo naar Batavia toe. Maar ga maar eens een keertje die duizend mijl bepalen die je moet varen. Dat is nog niet zo makkelijk. Zeker niet als je geen tijd uh, geen, geen tijd kon opnemen op zee. Ja, dat moest via loggen gebeuren, dus dat, dat was een, een, een schatting. Gegist bestek werd dat wel genoemd. En men zat nog wel eens mis, ja. En als men te ver ging, dan kwam men op uh, een ondiepte bij uh, West-Australië terecht. En dat zijn de Abrolos. Je ziet die eilandjes bij, en die steken we net boven het water uit. En daar zijn dus schepen gezonken. Gelukkig dus voor ons. Voor ons. En uh, een van de meest beroemde is wel die Batavia. Ik weet niet of jullie het verhaal van de Batavia kennen, ik ga niet te veel uitweiden, uh, maar het is gezonken in 1629 en daar heeft zich op die eilanden uh, waar het schip gezonken is, heeft zich een, een, een afschuwelijk verhaal afge, uh, afgespeeld van mensen die afgeslacht werden uh, door veertig muiters die het probeerden te overleven, door ook anderen om het leven te brengen, uh, gaan het boeken daar maar eens over lezen. Historische informatie, maar archeologische informatie ligt daar ook. Uh, onder andere het schip zelf. Dat is geborgen een aantal jaren geleden. En wat zien we? We zien dat het schip gebouwd is met drie lagen eik. Of twee lagen eik en één laag. Van dun naaldhout. Nou, die laatste dunne naaldhouten laag kennen we wel. Dat is een dubbeling. En die werd gebruikt om die paalworm tegen te houden. Die paalworm die ik net vertelde van dat schip dat uit elkaar valt tegenwoordig. Nou, daar had men toen ook al last van in het zuiden van uh, de wereld. He, dus die, daar had men een, iets op verzonnen: een dunne laag met hout eromheen, om een schip heen uh, timmeren. met veel uh, nagels, zodat het ging woesten. En dan beschermde die dunne laag die beschermde het schip. En dan kon je na een reis die dunne laag eraf kappen. En dan was je schip niet kapot gegaan. Dat is natuurlijk het meest belangrijk. Maar als schepen nog heel lang in het zuiden moesten blijven, dan kon die dunne laag wel eens niet voldoende zijn. En dat was natuurlijk wel heel erg essentieel dat die binnenlaag niet ging wegrollen, want dan was je hele schip kwijt. Dus bouwde men soms schepen dubbel. Gewoon complete rompen. Van, van dubbele dikke hout. En is een enorm, dat klinkt heel simpel, maar er zijn dus eigenlijk twee schepen in één. En dat, heeft, dat, dat geeft aan hoe belangrijk scheepsbouw was, hoe belangrijk de bescherming van het schip was. En dat soort informatie kan je alleen maar uit die archeologische bronnen halen. Die kan je niet uit de historische bronnen halen. En dat is dus heel erg uh, van belang. Nou nog eventjes heel kort uitweiden over... De munten die we dan toch gevonden hebben in grote hoeveelheden, in al die schepen, munten, maar ook zilverbaren, daar kunnen we heel veel informatie natuurlijk uithalen. En we kunnen zien waar ze gemaakt zijn, waar ze gestempeld zijn, welk jaar het is gebeurd. Maar tegenwoordig kunnen we ook nog wat anders. We kunnen zien waar het zilver vandaan komt. We kunnen zien uit welke mijnen dat zilver komt. Door allerlei nieuwe technieken te gebruiken in de archeologie kunnen we enorm veel kleine details uh, verzamelen die we gezamenlijk kunnen bundelen en waardoor we dus de bouwblokken kunnen leveren om een reconstructie te maken van ons eigen verleden. He, dus Wat we nu gezien hebben zijn dus allemaal wrakken die ons heel veel vertellen ook over de economie, over geld, he, over het geld verdienen. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. We kunnen daar dus ook de officiële, de officiële handel kunnen we daar in reconstrueren. We kunnen de obscure handel kunnen we reconstrueren. Want let wel, we hebben ook heel veel gesmokkeld buiten de boeken om. Om heel veel geld te verdienen. Maar kunnen we nou ook nog wat anders vinden? Wel zeker, omdat alles zo goed geconserveerd is, kunnen we ook de mode uit die periode kunnen we reconstrueren. Maar er zijn ook schepen gezonken met hele interessante culturele lading. Zoals bijvoorbeeld de vrouw Maria, die in 1771 met een lading kunst voor de tsarina Catharina de Grote gezonken is. Dat was voor de hermitage van belang. Voor de kust van Finland gezonken. Je ziet hier. Een film van het wrak, helemaal volgeladen, nog hierin zit die kunst. Enorm interessant, mijn handen jeuken om deze wrakken aan te pakken. En dat zijn zomaar een paar verhalen. Maar als ik jullie nou vertel dat wij in de Nederlandse wateren alleen al 60.000 punten hebben, 60.000 locaties waar iets op die zeebodem ligt, die zijn niet allemaal even belangrijk, maar het is een enorme hoeveelheid. En dat we nog honderden Nederlandse schepen in alle andere delen van de wereld hebben, dan is het natuurlijk niet zo raar dat ik zeg... dat we onder water heel veel van ons verleden kunnen bestuderen. Dus we hebben een heel rijk bodemarchief. En dan kom ik dus ook uiteindelijk bij de vraag waar we net mee begonnen. Waarom moeten we op de bodem van de zee zoeken om iets te snappen over ons verleden? Nou, simpelweg, er ligt ontzettend veel... Er liggen heel veel scheepsvrakken, unieke objecten die iets vertellen over ons doen, over ons zijn. Het is een plek waar we heel veel feiten kunnen vinden. Feiten die we nodig hebben om uiteindelijk te gaan speculeren. Niet andersom. Dus daar ligt de schat. De schat die ligt onder water. Dank u wel.